friends on Euro. Smoking on good though, wizard from Pluto. Pack it like Tatter, Adi Ring. Paying on my table, it's nothing you bring. Hey guys, Lorenzo Leeuwen hier, IFPB Elite Pro Bodybuilder. Ik ben vandaag hier met mijn atleet Axel Willem. Stel maar een beetje over jezelf, Axel. Ik ben Axel Willem, ik ben al 2 jaar gecoacht door Lorenzo Leeuwen. Ik heb in 2018 mijn eerste show gedaan op de training van Lorenzo. Daar heb ik de eerste plek en overal gehaald. Vorig jaar heb ik 2 shows gedaan, ook bij Lorenzo. Dat was de Hercules en de GP, waar ik allebei de super heavyweights heb gewonnen. We gaan vandaag een benentraining pakken hier in Muscle Factory Rotterdam. We gaan jullie wijzen wat onze beste oefeningen zijn om grote benen te groeien. We beginnen onze leg day met de leg extension. Deze kies ik altijd aan het begin van de training omdat het goed is voor de opwarming van de knieën. Wat bloed in de quads drukken voordat je naar de zwaardere oefeningen zoals de squats gaat. Ik doe meestal 12 tot 15 reps en dan bouw ik het gewicht op naar een lagere repetitie. Bij deze oefening is het belangrijk om de controle op het gewicht te houden, helemaal naar beneden te rekken en aan de bovenkant even vast te houden. We gaan door naar de leg curl. Dat is ook een isolatieoefening. Dit dient ook als een opwarming voordat we naar de compound oefeningen gaan. En dit isoleert de hamstrings. Hij laat hem niet helemaal naar beneden, zodat hij de tension op zijn hamstrings houdt. Laat hij hem niet helemaal van de spanning afkomen. Bruno, that is for Euro. Smoking on good though, bitch from Pluto. Pass it like Saturn, Adi Ring. Came in my table, there's nothing you win. We houden nu de rust minimaal tussen de isolatieoefeningen. Straks met de compound oefeningen zal dat iets moeilijker zijn. Dat zijn zware oefeningen. Dan heb je toch wat meer tijd nodig om je adem meer in te halen. We gaan nu door naar de barbell backspot. Dit is de koning van de beenoefeningen. Een van de zwaarste oefeningen die er is. Een van de belangrijkste. We beginnen weer met een lichtere set en bouwen op naar 8 tot 10 repetities. We zorgen dat we tenminste zakken tot 90 graden. Dus dat de benen 90 graden zijn tot de grond. En we gaan niet helemaal naar boven. Daardoor zorgen we dat de spanning op de benen blijft en niet op je rug komt. Aan de bovenkant van de oefening. De schijven lijken klein, ze lijken licht, maar het zijn wel 20 kilo schijven. De bescherming van de knieën gaan we met zwaardere setjes de knee wraps gebruiken. Dit zorgt voor dat je kniegewrichten natuurlijk beschermt bij de zware setjes van de squat. We gaan nu door naar de front squat. Technisch gezien een van de moeilijkste oefeningen. Eis de meeste techniek en het taxeert de conditie heel erg. Belangrijk is de stang hoog boven je schouders te houden. Armen over elkaar, ellebogen hoog houden zodat de stang niet naar beneden rolt tijdens de beweging. De leg press gaan we nu doen. Dit is goed omdat de onderrug, bovenlichaam is al moe van de squats. Deze kan je goed je benen focussen zonder dat je bovenlichaam te veel inzet.
ga nu de walking lunges doen. Deze doe ik meestal aan het einde van mijn training. Deze oefening pakt eigenlijk alle spiergroepen. Dus van je quads, hamstrings, glutes. En mijn tip is om hem niet te zwaar te pakken. Voel de beweging goed, zodat je echt alleen je benen maximaal doet. Kapot! Fucking zwaar. Lorenzo keeltje. We maken de beentraining af met de details. Dat zijn de adapters, de abductorsmachines. Die pakken als eerste de buitenkant de bil. En als tweede de binnenkant van de benen. Dat zijn belangrijke details om die benen goed vol en rond te maken. Kom op. Let's go bro, bijna. Laatste set. Eén meer. Zo, maak het af. Yes. Mooi. Goed gedaan bro, zit maar even. Dat was onze benentraining. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Dat is heavy. Misschien ook wat geleerd van onze oefeningen. Abonneer op de YouTube channel van Exercise Nutrition. Volg Exercise Nutrition, volg mij Lorenzo Leeuwen. Volg Axel Willem op Instagram. En tot de volgende keer, boys. Yes, ciao.